onbeslist. Was je daarmee eens? Hoe kijk jij terug op jouw carrière tot nu toe? Dit is topsport, jongens. It's time for glory! Naast wie sta ik? Naast Bilal Lukiliman. Ik heb je net zien vechten. Onbeslist. It's a draw. Was je daarmee eens? Nee, kijk, als het geen titelgevecht is, dan is het onmogelijk. Staat in de regels van de bond, van de fusion, van alles, dat je geen extra ronde kan, dat je een extra ronde moet geven als ze gelijk scoren. Een must-win round, zeg maar. Behalve als het een titelpartij is, dan is het 5 rondes, dan kan de puntentelling geen draw geven, zeg maar. Dan komt er altijd een winnaar uit, maar ja. Hoe kan het dat er geen extra ronde is gegeven dan? De jury zei tegen mij dat het komt door tijdnood, omdat we in tijdnood zitten door het gala, maar ja. Dat is praktisch onmogelijk, snap je? Dat staat in hun eigen regels en daar gaan ze nou tegenin, snap je? Daar heb ik nog liever dat ze me een verliespartij geven. Snap je dan? Ja, ik kom om te winnen, snap je? Ik kom niet om gelijk te spelen. Dat is voor mij nog erger dan verliezen misschien, snap je? Als ik verloren had, eerlijk, ja, had ik eerlijk verloren, ging ik terug de sportschool in en ging ik gewoon mijn best doen, maar... Ja, dit is jammer, man. Dit is, ja, vreemd, snap je? Is raar, maar... Had je het gevoel dat je aan de winnende hand stond dan? Ja, ik zeg eerlijk, het ging wel gelijk op. Ik kan niet nu gelijk zeggen, snap je? Ik heb net gevochten. Ja, ik kan er niet van buiten, zeg maar... objectief naar kijken. Ja, tuurlijk. Ik heb wel mijn input ingebracht. En ik was wel aan het vechten voor de winst. En misschien had ik licht gewonnen, misschien niet. Dat weet ik nou nog niet, snap je? Maar een gelijk spel, dat kan niet, snap je? Misschien ging het gelijk op, maar dan moesten we een extra ronde krijgen en daaruit zou een winnaar uitgewezen worden. Stel, je al had gewonnen. Wat zou de next one zijn? Een Robin Sirits of... Ik heb mijn laatste partij was eigenlijk voor een titel. Daar stond ik voor de titel gematcht tegen Robin Sirić. Die is niet doorgegaan omdat ik een hele zware knieblessure had opgelopen. Ik heb mijn kniepees gescheurd en dit is weer mijn eerste partij na anderhalf jaar. Netjes. Hoe gaat het eigenlijk met de knie dan? Heb je het gemerkt tijdens de wedstrijd? Nee, ik zeg eerlijk, ik heb niet veel van gemerkt tijdens de wedstrijd. Tijdens de trainingen af en toe wel. Maar ik heb gelukkig zodanig kunnen trainen dat ik weer mijn comeback heb kunnen maken in de ring. Daar ben ik heel blij om. Alleen jammer van het resultaat dan. Maar, ja, maar dan is het onbeslist toch? Staan, want er waren fysiotherapeuten die zeiden van je gaat nooit meer aan de bak komen. En ik heb dag en nacht mijn best gedaan om weer te kunnen doen wat ik altijd deed, man. Ik vind het een super prestatie. Los van een onbeslist, dat je er nog staat, man. Dat is gewoon top, man. Zeker weten. Een mooie pot. Ik ben blij dat ik fysiek toe in staat was. Ik had ook een hele harde tegenstander, ook een goede jongen, ook een goede vechter. En om dan zonder ritme, zonder wedstrijdritme te kunnen vechten 3 rondes. En nog energie te hebben voor een 4e ronde. Ja, dan ben ik wel, zeg maar, ergens fysiek ben ik wel tevreden, man. Mooi zo. Maar al met al ben je er redelijk ongeschonden uitgekomen, voor je gevoel. Als je nu zegt van we kunnen aan het einde van het gala nog die extra ronde doen, dan gaan we hem gewoon doen, bro. We zijn gekomen voor die winst en ik was graag winnend naar huis gegaan, man. Hoort er ook bij. Ik ga mentaal alles er weer aan doen tot die hand weer omhoog gaat, man. Ja. Wat is dan je volgende doel? Wat is je volgende gevecht? Heb je al iets? Staat er iets gepland voor jou? Bro, heel eerlijk, het maakt me niet veel uit. Ik ben een knokker, ik doe het niet voor... voor aandacht of voor geld of voor niks. Ik wil gewoon knokken, snap je? Respect man. Dat is hoe ik ben, dat is wie ik ben, dat is wat ik wil doen. Superman. Voor de rest zou ik zeggen... Wat ga je nu doen? Ga je nog kijken naar het gala of heb jij hele andere plannen? Ja. Hoe sluit je dit af? Als de partijen gewoon gaan beperken, zeg maar, gaan inkorten, dan wordt het gala zo afgelopen. Dan blijf ik nog wel even, man. Okay. Ik moet nog 2 uurtjes naar huis rijden, je weet toch? Dan ben ik vroeg thuis. Ja, precies. Als we de laatste ronde skippen, dan zijn we zo thuis. Precies. Nou ja, dat klinkt als in ieder geval dat je nog even lekker gaat genieten. Kijk hoe die andere uitslagen. Laten we niet hopen op een onbeslist. Toch? Ik hoop dat die jongens winst of tenminste verlies krijgen. Een beetje duidelijkheid, man.
precies. Hey, ik bedank je voor je tijd, man. Sowieso. En see you next time. Ik sta hier naast de enige echte Benmo. Benmo heeft net gevochten. In favor of the man in the white corner. Not in. Benmo. Hoe vond je hoe je partij ging? Ik heb vandaag gewonnen, maar het was niet de wedstrijd dat ik eigenlijk wou. Ik wou hem knock-out slagen. Maar deze persoon heeft getraind om gewoon 3 rondes lang te overleven. Want binnen kon hij sowieso niet van mij. Hij heeft 3 rondes lang overleefd en dat is hem ook gelukt ook nog. Ja. Of ik tevreden ben. Zoals jij mij kent, ik hou van chaos. En als ik geen KO heb, ook al win ik, ben ik niet tevreden. Ik kan me die wedstrijd tegen Jiraiya nog wel herinneren. Och man, wat heb ik altijd genoten van die, wat heb ik genoten van die partij. Zoiets, kunnen wij weer een Benmo op dat niveau weer verwachten? Niet dat dit slecht was, maar dat niveau. Een wedstrijd tegen Jiraiya, een wedstrijd moet je met twee zijn. Jiraiya is de topvechter. En op die moment was ik ook in vorm. En ja, twee topvechters in één wedstrijd is altijd top. En wedstrijd, dat bepaal ik niet zelf. Je hebt ook een tegenstander nodig die ook komt om vuurwerk te doen natuurlijk, ja. Dus eigenlijk die tegenstander van jou was, vond je niet vuurwerk geven? Je kon niet helemaal alles eruit halen, zeg maar? Ja. Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet. Je bent nu 36? Nee, 32. Hoe lang gaat Ben nog door? Ja, we hebben gewoon zien. Hè. Elke wedstrijd kan mijn laatste wedstrijd zijn. Ik heb deze gewonnen. Nu kijk ik uit naar de volgende wedstrijd. Wat dat mij gegeeft. En als ik me nog goed voel, gaan we verder. Ik wil gewoon een mooie wedstrijd geven. Als ik dat niet meer kan geven, is het voor mij gedaan. Oké. En, dat is heel logisch. Dat is mooi, want we kunnen nog langer van jou genieten. Dat doe ik altijd graag. Als jij kijkt, je zit nu al een tijdje in de sport. Hoe kijk jij terug op jouw carrière tot nu toe? Top. Ups en downs. Maar dat maakt mij als persoon. Ik heb veel meegemaakt. Verloren, gewonnen. Veel gezien. Terecht was top. Dus leuke ervaring. En nu heb je weer gevochten. Dat smaakt dus weer naar meer. Wanneer is jouw volgende partij? Ja, ik heb nu deze gewonnen. Dus het is een glorie om mijn nieuwe datum in een nieuwe locatie te geven. Maar morgen ben ik terug in de gym en kijk naar uit naar de volgende. Je hebt gewonnen, goed gevoel. Hoe gaat Ben dit vieren? Morgen back in de gym, er wordt niet gevierd. Dit is topsport, jongens. Het wordt niet eens gevierd, hè? Hij gaat gewoon back to the gym. Ik denk dat je nu, nog even gaat genieten. Nee, ik kijk niet. Want ik heb niet op KO gewonnen en ik hou van KO's winnen. Okay. Dat is voor mij een teleurstelling. Oh jeetje. Je hebt wel een hoge eis aan jezelf, maar... Ik hou van KO's. Als er geen KO is, ook al heb ik gewonnen. Voor mij geen voldoening. Okay. Nou, ik vond het in ieder geval een super partij om te zien. Dankjewel voor je tijd voor nu. En ga lekker genieten van de avond, man. Dankjewel.